Hallo allemaal, ik hoop dat iedereen gezond is en de afgelopen tijd goed is doorgekomen. Het is een beetje een bijzonder jaar geweest, waarin het hockeyseizoen eigenlijk op zijn kop heeft gelegen. Waarin ik zelf veel geblesseerd ben geweest, maar ook een academische hoogtepunt heb gehaald door mijn master te halen. Het begin van het seizoen was voor mij een beetje lastig, want eerst viel ik uit door eigenlijk 13 hechtingen rondom mijn mond en vervolgens mijn sleutelbeen te breken. Daarmee ben ik teruggekomen en heb ik wel nog mijn wedstrijden kunnen spelen. Alleen na de winterstop is ons seizoen helaas vrij vroeg afgekapt. Vanwege goede redenen natuurlijk. Dus het is een beetje een bijzonder jaar geweest. Ondanks dat heb ik wel kunnen afstuderen, dus dat was fijn. Ik heb hier wat beelden van de wedstrijden die er toch zijn geweest dit jaar. Van mijzelf, van mijn teamgenoten en veel plezier. Tilburg. Uiteindelijk is het het eindsignaal dat de bevrijding geeft aan de Tilburg supporters en ook aan de ploeg van coach Jeroen Delmee. Tilburg zorgt voor een sensatie door met 1-0 te winnen van Amsterdam. Komt hier terug op Algera, maar die gaat hier ontzettend in de fout. Sprengers pikt op tegenover Ingram. Sprengers naar zijn backhand en hij scoort. Een soort shootout van deze Rick Sprengers tegen Rotterdam. Hij scoort ook in de heenduel, maar dat werd dus dik verloren. Nu die belangrijke 3-2. Hier Sprengers. En dan moet hij nog een end, nog zo'n 25 meter. Maar hij rondt het geweldig af hoor. Deze aanvaller gaat naast het doel van Hemstede. En daardoor blijven de punten in Tilburg. Feest dus voor de ploeg van Jeroen Delmee. Zo, dat was eigenlijk alweer het seizoen in de notendop. Op het moment zijn we ons zelfs alweer aan het voorbereiden op het komende seizoen. De combinatie tussen topsport en studeren aan de Tilburg Universiteit heb ik eigenlijk altijd als erg prettig ervaren. En zou ik ook zeker aanraden aan anderen. Dus mocht je daar ooit over twijfelen, de Tilburg Universiteit helpt enorm. En helpt je ook zeker, denkt ook zeker mee in beide carrières eigenlijk. Zorg dat iedereen gezond blijft en hoop